Mijn naam is Ellie Lust en ik heb 31 jaar voor de Amsterdamse politie mogen werken. En ik ben dit jaar gevraagd om ambassadeur te worden voor de World Police and Fire Games, waar ik direct ja tegen heb gezegd. En dat komt omdat ik zelf ook ooit deelnemer ben geweest aan de World Police and Fire Games. Dat is wel al even geleden, 34 jaar om precies te zijn, maar daar wel een gouden medaille gewonnen met mijn volleybalcollega's. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. En ik ben er ook heel trots op dat ik nu mijzelf ambassadeur mag noemen voor deze World Police and Fire Games in Rotterdam. Want het gaat een prachtig evenement worden waarin verbinding, ontmoeten, maar ook strijden tegen elkaar centraal gaat staan. Welkom in Rotterdam, de stad waar ruim 10.000 politiemensen, brandweerlieden, douane en gevangenismedewerkers uit 70 verschillende landen deze zomer gaan meedoen aan de World Police and Fire Games 2022. Op 30 verschillende sportlocaties in heel Nederland zal er gestreden worden op 63 verschillende sportonderdelen. Maar Rotterdam is het kloppende hart. Ik ga jullie vandaag een dagje meenemen naar een aantal van die sportlocaties. Ik ga natuurlijk ook nog een paar leuke hotspots laten zien. We beginnen hier in de Kuip. We zijn hier op een hele bijzondere plek, want dit is namelijk het stadion van Feyenoord, de Kuip. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste en ook grootste sportlocaties in de stad. 22 juli, vrijdag, en zet hem in je agenda, vindt hier de openingsceremonie plaats van de World Police and Fire Games. En we verwachten 40.000 bezoekers. En ook jij bent natuurlijk hartstikke welkom. Neem vooral je hele familie mee. Maak je ook geen zorgen over parkeergelegenheid, want dat is er genoeg. Ja, ook dit is een hele belangrijke sportlocatie tijdens het evenement. Het topsportcentrum in Rotterdam. Er gaan hier diverse zaalsporten plaatsvinden. Het is nu natuurlijk nog doodstil en leeg, maar het wordt straks een heksenketel. Ja, voor iedereen die Rotterdam een heel klein beetje kent, de Erasmusbrug, een heel belangrijk herkenningspunt. Maar het plein waar ik nu sta, het Willemsplein, dat wordt pas belangrijk, want hier wordt het atletendorp gebouwd. Dus dit wordt dé plek waar je elkaar allemaal kunt ontmoeten. Een hapje eten en drinken hoort daarbij, maar ook het volgen van de competities op grote schermen. Dit is het Schouwburgplein en dit is echt een hele leuke locatie, want je kunt hier van alles doen. Je kunt naar een concert, je kunt naar de film, je kunt naar het theater, je kunt daar ook heel leuk uit eten met elkaar. Dus als je een paar uurtjes vrij bent, zou ik hier zeker naartoe komen. Maar wat ook heel leuk is, is dat een aantal sportonderdelen op dit plein worden gehouden, waaronder die van de Ultimate Firefighter. Tijdens zo'n groot evenement is het openbaar vervoer natuurlijk heel erg belangrijk. Dat is in Rotterdam heel erg toegankelijk. Wat heel leuk is, daar staat Roel. En Roel is een van de vrijwilligers tijdens de World Police and Fire Games. Dus ik ga me even vragen waarom hij dat wil doen. Leuke rondleiding, Roel. Ik leer Rotterdam steeds beter kennen als Amsterdamse. Maar ik heb bij jou ook een behoorlijk Amsterdams accent gehoord. Hoe komt dat? Hoe kom jij hier terecht? Ja, dat klopt. Ik ben een jaar of 30 geleden deze kant op gekomen als brandweerman. Brandweerofficier geworden. Hier jarenlang bij de brandweer gewerkt. In contact gekomen bij een multidisciplinaire werkgroep oefenen met meneer Wim de Rooij. Nou, iedereen die de WPFG kent, kent Wim de Rooij. Dat is echt... En ik heb in een gekke bui ooit tegen Wim gezegd, als jij de WPFG naar Rotterdam haalt of naar Nederland haalt, dan word ik vrijwilliger. En dat heeft hij onthouden? Toen een paar jaar daarna kwam hij naar me toe. Toen zei hij, Roel, je bent een pineut, want de WPFG komt naar Rotterdam. Ja. Ik zei, nou, dan ben ik vrijwilliger. En belofte maakt schuld. De bedoeling is dat wij vanuit de hospitalitygroep alle
aardigheden doen. We zijn aanwezig in het atletendorp. We moeten op de sportvenues zijn. We ontvangen de mensen, we begeleiden de mensen. We zorgen dat de mensen zich thuis voelen, welkom voelen. Ontvangst, al dat soort dingen. Met vragen. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken. Leuk. Dus dat moet een beetje de taak worden. Alles kan bij de WPFG. Nou, we hebben jou in ieder geval vast binnengehengeld. Ja, absoluut, absoluut. Hartstikke goed. Bedankt. Nog precies 4 maanden en dan gaan we los in deze prachtige stad. En om jullie een beetje klaar te stomen voor dit mooie evenement, ga ik jullie de komende periode meenemen in de wereld van de politie, de brandweer, de douane, de dienstjustitiële inrichtingen en natuurlijk al die sportonderdelen. Hou ons YouTube-account en alle socials goed in de gaten.